De overheid beschikt over heel veel informatie. Bijvoorbeeld over alle plekken waar wegwerkzaamheden zijn, of verbouwingen of bestemmingsplannen. Veel informatie gaat over concrete plaatsen, gebouwen, buurten, wijken. Met World Wide Map wordt die informatie letterlijk op de kaart gezet, zodat je niet alleen kunt zien waar gebouwd wordt, maar ook welke omleidingen daar in de buurt zijn of waar de bushalte zich bevindt. Die informatie komt uit allerlei bronnen, vanaf allerlei plekken. Het maakt voor World Wide Map niet uit waar die informatie vandaan komt, van welke provider of database. Dankzij World Wide Map wordt een standaard geboden, zodat alle informatie op dezelfde manier te vinden, te zien en te combineren is. Auke van Sloten van Muze vergelijkt World Wide Map met de gemeentelijke informatieborden. Gelukkig zijn de informatieborden overal hetzelfde en is makkelijk te gebruiken. Elke gemeente is natuurlijk anders. Heeft zijn eigen sterke punten, perspectieven, monumenten, maar World Wide Map kan gebruik maken van allerlei kaartsoorten. Gewone kaarten, hoogtekaarten, satellietkaarten. Bovenop de kaart kunnen allerlei informatielagen gezet worden, zoals je in dit schema kunt zien. Dankzij de open source software en de standaardisering kan iedereen hier een bijdrage aan leveren. Niet alleen de overheid, maar ook anderen. Het standaard internetprotocol geeft iedereen de kans zijn eigen website te bouwen en te publiceren. World Wide Map maakt het nu voor iedereen mogelijk die informatie ook op een kaart weer te geven. Waarom gebruikt World Wide Map eigenlijk open source? Het belang van open source is dat je daarmee iedereen de mogelijkheid geeft om een vliegende start te maken. In plaats van dat je vanaf nul moet beginnen, kun je nu zeggen, we hebben al iets, daarop kunnen we verder bouwen.